FC Emmen speelde gisteravond de eerste echte serieuze oefenwedstrijd in de voorbereiding op de competitie. En deed dat op het terrein van voetbalvereniging Wiedmen. Een vierde klasser, vlakbij Zwolle. Voor zo'n 1500 toeschouwers. Ja, en als je in de line-up mee mag lopen en je bent geblesseerd, ja, dan wil je het toch. En dan duurt het even. Dan hebben wij mooi even de tijd om te praten met de nieuwe aanwinst van FC Emmen, Anko Jansen. Hij werd woensdag geopereerd, maar is er nu al bij zonder krukken. Ja, ik heb ze wel bij me, maar ik heb ze even aan mijn vrouw gegeven. En de dokter had gezegd, zolang er geen pijn is, zoveel mogelijk belasten. Dus ik loop alweer. Ja, dat is goed nieuws. Natuurlijk moeten we niet optimistisch zijn, denk ik, hè? Maar of stiekem wel. Toch wel, want er staat 6 weken voor. Hè? Ja, nee, ja, ik ben geen dokter, dus ik weet niet wat dit is, behalve een goed teken, denk ik, dat wel. En hij is net al even gecheckt door de mensen van Emmen en dat zag er ook rustig uit. En ik heb geen pijn, dus dat is gewoon goed. En kijk, over het verlopen voor de rest wil dat natuurlijk nog niks zeggen, maar ik ben wel blij dat ik nu gewoon kan lopen en even een wedstrijdje kan kijken bij de jongens. Na 3 zegens in de eerste wedstrijden tegen amateurclubs is dit dus een serieuze wedstrijd tegen de Eredivisieclub. En de eerste kans is voor Emmen, voor Bijl. In tweede instantie zijn Peters en dan opnieuw Bijl. Maar Emmen verstopt zich dus niet tegen de Eredivisieclub die al 3 weken in voorbereiding is. In tegenstelling tot Emmen dat pas 9 dagen onderweg is. Er komt een penalty, wat zwaar. Na de overtreding van Jeroen Veldmaten. Nou ja, de sliding van Veldmaten. En de penalty wordt benut door Bram van Polen. En daar is de jeugd van VV Wiedmen blij mee. 2-0 wordt het, een kwartiertje voor rust. En de goal wordt gemaakt door Piotr Patsicek. De nieuwe spits van PEC Zwolle die overkwam van de Graafschap. Emmen heeft het moeilijk. Behouden ze het eerste kwartier, maar krijgt in de tweede helft wel een kans. Cas Peters gaat neer. En dit was misschien ook wel een penalty. Maar die komt er niet. Geen 2-1 dus. En uiteindelijk wordt het wel 3-0. De goal wordt gescoord door El Idrissi. Hij was op proef bij Zwolle. Maar hij krijgt geen contract. Dat werd vandaag bekend. En we verliezen met 3-0. De eerste testcase gaat verloren. Maar daar maakt Dick Lukien zich vooralsnog niet te druk om. Met de testcase heb ik ook bedoeld van vooral kijken naar ons eigen spelidee. Kunnen we dat brengen tegen een ploeg die en fitter is op dit moment en op een niveau hoger speelt? Nou ja, het eerste kwartier was erg goed. Daarna een uur lang bij vlagen goede dingen gezien. Het laatste kwartier niet goed genoeg. We gaan verder.